feest gerund geeft, als de situatie rond het coronavirus het toelaat, komend najaar een feest in Afas Live in Amsterdam. Een datum voor de show heeft de DJ nog niet geprikt, maar hij belooft het eerste grote feest van het jaar te geven zodra het weer kan zonder beperkende maatregelen, meldt organisator Agrens Afterol donderdag. Tekst gaat verder onder advertentie. De datum van het feest Lonely at the Top wordt pas bekendgemaakt als het duidelijk is wanneer het feest kan plaatsvinden. De DJ heeft in oktober, november en december alvast verschillende zaterdagavonden in optie staan. Fans kunnen wel al kaartjes reserveren door een naambetaling te doen. Het feest van Feestgeroet zal van 23.00 tot 5 uur duren met meerdere voorprogramma's en gastoptredens. Na een jaar vol uitdagingen en verplaatste optredens is er behoefte aan perspectief en vooral weer een bergfeest. Ik verheug me erop dat we door flexibele data een beetje zekerheid bieden en we het einde van een lockdown met een slokdown kunnen vieren, zegt de DJ. Feestgeroet, vooral bekend van de nummers Gas op die Lolly en Weekend, maakte in 2016 bekend te stoppen met optreden en nam destijds met twee grote shows afscheid. In 2019 veranderde hij toch van gedachten en sindsdien was hij weer te zien op festivals. Buzzelets Blok ADS.